Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speelend bij Kinderspeelgoed. Vandaag gaan we samen de My Model Pop van Zapcreatio mooi maken. Ik laat jullie de pop even zien van dichtbij. Een kapsel heeft ze eigenlijk al en ze is ook al opgemaakt. En wat ik interessant vind is dat het haar best wel voelt als echt haar. Ik had vroeger ook zo'n My Model pop, maar dat haar was meer als plastic en heel droog. En dit voelt heel glad aan. De ogen zijn heel mooi blauw en de wimpers zijn heel lang. De wenkbrauwen zien er ook best realistisch uit. Ik heb vorig jaar veel gedaan met de My Model poppen. Ik zou zeggen, we beginnen nu met deze pop. We gaan een kleur kiezen van de oogschaduw. Ik neem de paarse. Ik zet de pop wat dichterbij, zodat jullie precies kunnen zien wat ik doe. Ik dacht dat je de oogleden nog bewegen kon, maar dat kan niet. Dat zit vast. Dus ik make-up een beetje zo tussen de wimpers en de wenkbrauw in. Je ziet al dat de oogschaduw een beetje kruimelt. Dat kun je alleen niet vermijden. En je moet ook best wel veel erop doen om de kleur goed te kunnen zien. Het houdt ook niet heel erg goed op het kunststof. Zo. Eén oog is al paars. Dan gaan we nu het andere oog doen. Nu nog eventjes het poeder onder de ogen weghalen. En dan neem ik een tweede kleur. Ik neem deze zilveren. En die doe ik dan hier onder de wenkbrauwen. Wat je overigens niet moet doen met deze pop als je haar een kapsel geeft. Niet de haren stijlen of krullen met een krultang of feunen. Ze zijn echt niet hittebestendig, dat haar. Dus het zou heel jammer zijn als je pop dan stuk gaat als je hitte gebruikt op het haar. En als je de pop anders wil opmaken, dan kun je gewoon de make-up verwijderen met wat water. Dat zou er dan gewoon zo af moeten gaan. En het haar kun je ook gewoon zo wassen met warm water. Misschien nog wat met wat zeep. En als je dan klaar bent, kun je ook nog wel conditioner erin doen. Dat staat in ieder geval in de handleiding. Heb ik nog niet geprobeerd. Maar dat kan wel lukken. Deze zilveren kleur doe ik ook nog hier onder de ogen. Ik vind dat ze er zo met haar blonde haar best wel uitziet als een engel. En dan komt nu nog de blush. Dat is deze rodige kleur. En die doen we dan hier op haar wangen. Gewoon een beetje ronddraaien met het kwastje. Je ziet het alleen niet zo heel goed. De pop heeft van zichzelf al best wel rode wangen, vandaar. Ik mis lippenstift alleen wel een beetje in deze set. Je kunt nog wel deze glitters erop doen. Maar ik weet niet of dat misschien voor het haar bedoeld is. Ik geloof dat dat zo is, dus dat laat ik maar. Je kunt wel een lippenstift van jezelf gebruiken. Of iets van Labello. En zo ziet het er nu uit. Als het klaar is. Wat nu nog ontbreekt is het kapsel. Dus dat gaan we nu doen. Alle elastiekjes zijn er nu uit.
Oh, en hier vooraan zitten nog best wel veel haarelastiekjes. En een vlechtje. Dus die gaan we er nu even uithalen. Nu ziet ze er nog meer uit als een engel. Met haar krullen zo. En dan kammen we het nu. Zo, het haar is doorgekamd. Het is best wel dik. En wat ook een beetje vreemd is, is dat de pop ook echt haar verliest als je de haren kamt. Ik denk dat na het handen haren wassen dat het best wel goed is om de conditioner erin te doen. Dan gaat het haar ook minder snel klitten en zal het minder snel uitvallen. En nu is de vraag wat ik ga doen met het kapsel. Ik ga de voorste pluk draaien. En dan maak ik die vast achter op het hoofd met een van die klemmetjes. En dat doe ik ook met de andere kant. En zo ziet het kapsel er nu uit. En dit kunnen we dan zo vastzetten met een derde klemmetje. Hier hebben we er nog eentje met versierseltjes, met bloemetjes. En klaar is dan de make-up en het haar. Zo ziet het er allemaal dan uit. Hier hebben we de paarse en de zilveren oogschaduw. En het haar is van voor naar achter gedraaid en vastgemaakt. En zo ziet het er dan uit. Als jullie willen dat ik nog meer van die kapsels laat zien of make-up technieken, laat het dan weten in de reacties. Ik wens jullie veel plezier bij het namaken, namake-uppen en nakappen van deze pop. Geef me een duimpje omhoog voor de video. Vergeet niet op het kanaal te abonneren en dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!